al die parken draaiend houden gaat nooit zonder problemen. Maar op Prinsenmeer zitten ze nu met een echt probleem. Samir zit namelijk ziek thuis. Burn-out waarschijnlijk. En die kanjer vervang je niet zomaar. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, jongen. Ben nou zelf aan het showen? Ja, dat zal wel moeten, hè? Ja? Ja. Maar Samir nog steeds ziek. Ja, en ik denk dat het nog eventjes gaat duren, ook zoals ik het heb begrepen. Ja. Dus ja, dat is even pittig, maar dan moeten we kijken hoe we dat, gaan doen. Maar ik heb misschien wel een slachtoffer of een hulpje. Maar ik weet niet of ze er voor open staat of ze tijd heeft. Ja, tijd zal ze wel hebben. Oh. Nicole, of kan er al niet meer werken? Jazeker wel. Ja? Ik kan met iedereen overweg. Maar we zullen er eens even bellen. Ja, gezellig. Ik kan er niet meer werken, maar... Ja, en de schoonmaak natuurlijk, daar hebben we ook nog mensen voor nodig. Oh, maar dat zal ze ook wel kunnen. Dat kan er prima bij. Ik kan het zo aan de vragen. Dus... Ja? Nou, als ze niet vraagt, dan weet je niet, hè? Nee, dat is waar. Nou ja, graag. Hallo. Hallo. Hey Nicole, we komen handje tekort op Prinsenmeer. Samir die is natuurlijk ziek en sterven is druk. Dus pap zei al, we moeten er toch met z'n allen even voor gaan. Dus nu is de tijd gekomen, dus jij zal ook mee moeten werken. Ik kan altijd in zaten denken, bij de schoonmaak komen nog mensen tekort? Nee, schoonmaak was niks voor. Oh. Ja, we hebben hier in de horeca ook mensen tekort. Sowieso voor 's morgens te openen. Ken je dat wel? Ja, ligt eraan welke tijden, want ik zit ook met de kinderen natuurlijk. S morgens 10 uur, 10 of 11 uur, liefst om 10 uur. Oh, dat haal ik wel om daar te openen. Ja, spreek je met Alto en de rest af? Ja, dat doe ik. Oké, doei. Doei. Nou, het is geregeld. Nou. Ik ben druk, dus ik ben weg. Is goed, ik ook. Ik ga nou weer even naar kantoor. Als je nog handjes moet hebben, dan bel ik. Ik bel je wel weer en dan regel je wel. Kijk of we ergens letterlijk een blik open kunnen trekken. Ja, dat zou wel handig zijn. Oké, houdoe. Hoofdhoreca Samir zit ziek thuis en dat is meteen te merken. De hele familie moet bijspringen om de boel draaiend te houden. Het is zelfs zo nijpend dat Parky Marky zijn vrolijke stiefmoeder moest smeken om de horeca open te gooien. Dat gaat ze dus doen. Met wilskracht 10. Het stinkt hier, dat is niet normaal. Ik ruik kriool hier. Eerst even beginnen met de lampen aan. Het licht doet het. En haar stiefzoon heeft waarschijnlijk in de bosjes liggen wachten op dit moment. Controleren of ze op tijd is. Aldwin is mee als buffer. Morgen. Morgen. Goedemorgen. Lekker bezig, lukt het allemaal? Ja, zeker. Ik ben bijna klaar. Bijna klaar. Hier staan de stoelenstellingen op tafel. Ja, die moet ik nog even vanaf zetten en het koffiezetapparaat aanzetten en dan ben ik klaar. De terrasdeur moet nog open, de parasols moeten nog opengezet worden. Maar goed, jongens, volgens mij werd ik gevraagd om hier te openen. Nou staan we hier met z'n drie hier. Nou, vertrouwen is goed, controleren is beter, Nicole. Dus wij dachten, we komen even langs. Maar als het niet gewaardeerd wordt, dan het is bijna bij de openingstijd. Dus dan zou ik maar opschieten als ik jou was. Nou, ik zou daar eens beginnen met terras te vegen, want zo klaar is het hier niet. Dat is niet mijn werk, hè, terras vegen. Nou, je bent toch van het openen, dat hoort er ook gewoon bij, hè. Volle asbakken staan er nog. Dus je bent nog niet klaar, hè, Nicole. Weet het, Nicole, sterkte. En onthoud, als er is, mij niet bellen. Bel Alto maar. Komt u maar, meneer. Dank u. Ik moet schijten. Samir is tijdelijk uit de roulatie, dus Nicole neemt de honneurs waar en opent vandaag de horeca. Haar stiefzoon heeft haar moeten smeken en dat beviel haar wel. Maar dit is uiteraard dé uitzondering. Bovendien zijn die kunstnagels loeiduur. Oh wacht, daar zal je hem hebben. Hallo. Hi. Nicole, wat ik vergeten was, twee hele belangrijke dingen. Ja? Achter de bar hebben ze een kraantje. Ja? Ja, daar zit een draaidingetje op met een blauwe ding op. Ja, die? Die moet je overdraaien. Oh, jongen! Kut. Ja, lach maar, haha. Ja. Dat was mijn grapje. Nou is het bevonden dat. Zet me een trap pakken en een doekje. Ja. Laat maar lekker druppen. Maar Nicole, wat ik wel even serieus is. Ja? Achter bij het magazijn, daar staan nog een aantal karren. Ja. Die moeten wel naar het buiten. Dus die kan je achterhalen en dan moet je even zo dus opgeruimd zijn. Ja? Ja. Kussing. Oké, ik ga wel even die kant in. Dankjewel. Joe. Hoi. Oh. Hij zegt een paar karren. Er staan er 6. jongen. Nee, die zal ik eens even terugbellen.
Mark. Hallo. Hey. Waren dat deze karren die jij bedoelde? Ja. Ik weeg 48 kilo. Wil je dat ik 45 weeg als ik hier klaar ben met al dat gesjouw? Gewoon aan trekken in de kool en als ze rollen, dan rollen ze. Jongen. Nou, als ze eenmaal rollen, dan rollen ze wel, zegt hij. Ik moet alleen met heel mijn gewicht eraan gaan hangen. Op Park de Berg is beheerder Richard met een briljant plan gekomen. Hij gaat de gasten amuseren. Zelf. Het wordt een schuimparty, maar dan voor de kleintjes. Ruud is de technische man van de familie en wil weten hoe dat werkt. En Mark geeft zijn broer even een lift. Dan mag hij namelijk in papa's auto rijden. Hey Mark. Nou, we hebben jou niet meer nodig dan, hè. Komt goed. Rustig aan, hè. Yo. Ruud, als jij zo meteen de pomp Ruud die weet al, die wil best wel meedoen het maar weet al, ik ben geen medewerker. We doen het samen, hè, Ruud. Samen doen we dat prima. We doen dat samen, maar de Ruud. Toon maakt de muziek. Als jij de toon goed houdt, dan maken we samen muziek, ja. Weet je wel? Helemaal top. En Richard, hoeveel mensen verwacht je eigenlijk bij jouw scheerschuimparty? Nou, we verwachten toch wel even een hoop kinderen. En dan ben jij er één van, of niet, Richard? Ik sta voor. Ja, ik sta aan de voorkant, hè. Jij bent de leider van de kinderen. Jij hebt je zwembroek niet bij? Nee, zeker niet, want ik wou mensen geen trauma aandoen hier, weet je wel? Nee. Neem jij er ook twee? Ja. Je ziet wel, laat zeggen, dat je geen Pompei bent, hè? Blijf. Die gieterskijker moet je, die wil je daarin hebben, denk ik, of niet? Dat doe jij die maar even dan. Ja, op zich. Wel bij jou, hè? Dankjewel. Ah, dat is een beetje naast, weet je wel. Richard, waarom giet er nou de helft van af, weet je wel? Uiteindelijk, jongen, Ruud, 70.000 liter schuim, hè, gaan we wegpompen, hè? Ja, dat is niet te zuinig, Richard. Dat is niet te zuinig. Nou, het is nou een kwestie van de tonnen even afvullen met water. En dan kunnen we straks beginnen. Het lijkt net echt, Richard. Ik denk koffie? Ik zeg ook koffie. Koffie. Op Park de Berg staat beheerder Richard op het punt om voorgoed door te breken als allround entertainer. De bezoekers stromen binnen voor de vetste party ever. Dance Valley, eat your heart out. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom. We gaan zo meteen aftellen van 1000 naar 0. 3, 2, 1, schuimparty! Terwijl Ruud zich begint af te vragen of dit feest nou voor de kinderen bedoeld was of voor Richard, ziet hij ook beren op de weg. Het is namelijk heel veel schuim en zus Inge maakt zich zorgen. Ik zie dat sommige stukjes best wel hoog komt. Denk ik met jou dat ging? Ja, we moeten bij iedereen rekenen. Het moet voor iedereen leuk zijn. Ja, zeker. Dat vind ik ook. Ik loop even naar Richard dat hij schuim niet te hoog doet. En dan, nee, zeg maar dat hij het aftapt. Dit is 80% lucht. Oh. Ik weet het, maar als mijn kind daar zou staan, dan zou ik echt in paniek raken als ik het niet meer zie. Het moet voor iedereen leuk blijven, hè? Komt goed.